Dat zijn van de onderdelen van het mobiliteitsplan. Mobiliteitsplan behelst niet alleen verkeersveiligheid, maar ook bereikbaarheid en leefbaarheid. Dat zijn de drie pijlers voor het doelen. En verkeersveiligheid is één van de pijlers. En we hebben al heel veel aan verkeersveiligheid gedaan. En nu is de vraag, wat kunnen we nog verder aan doen? We zien dat het aantal ongevallen steeds gefragmenteerder op de hele gemeente plaatsvindt. Dat het geen concentraties meer van ongevallen zijn, maar dat ze over een heel traject nog wel ongevallen zijn. Maar dat het specifieke punten om ongevallen aan te pakken, die zijn er niet. Die zijn allemaal opgelost. We zijn van de periode van 2000 tot 2007. We hebben 13 dodelijke ongevallen in de gemeente en de periode van 2007 tot nu is er één dodelijk ongeval gebeurd. Dus een hele vooruitgang geweest. En de meeste punten waar het qua verkeersveiligheid verbeterd kan worden. En dat is het hele doel aan het mobiliteitsplan. De samenspraak met bewoners en belanghebbenden en daar in ieder geval aan de voorkant. Die mensen te vragen, want wat vinden jullie ervan? En dat is niet dat wij uit het bureau meer bedenken van nou zo en zo zou het moeten zijn. Maar dat is ook duidelijk een initiatief wat bij de bewoners zelf ligt om dingen aan te geven en om zelf ook initiatieven te nemen. Waar veel klachten over komen is nog bij het station. En dan de shared space. En de shared space dat is eigenlijk een Engels woord voor gedeelde ruimte. En daar wordt nog wel eens over gevraagd of het onduidelijk is. Maar omdat het zo onduidelijk is, is iedereen wel heel gebeurenzichtig. Het heeft heel weinig ongeval. Daar heb ik wel meer mensen over. Ja, en wat vlakbij jullie school, in ieder geval het Cambea College, fietsoversteek naar de snelfietsroute. Die is nu wel aangepast dat auto's wel de voorrang hebben op de snelfietsroute. En gelukkig zijn er geen ongevallen meer gebeurd. Dat zijn wel de punten die in het voorkomen, maar qua ongevallen hebben wij geen verkeersongevallenconcentraties meer. We zeggen van nou, dat zijn beroerde punten. Er zijn nog wel punten waar we zeggen van nou, dat is potentieel gevaarlijk. Op de Hoekstraat met de Oostsingel. Dus mensen die vanuit Latem, Riesbeek, Groesburg naar Duiven fietsen. Ook daar moeten we natuurlijk wat dat punt oversteken. Over kan het gevaarlijk zijn, maar dat is ook een stukje gedrag wat bij de fietser hoort. Dat hij niet door rood fietst. Zoek je het ook op. De keuze die ik toen heb gemaakt, toen ik klaar was met de middelbare school. En heb ik voor verkeerskunde gekozen, omdat het een heel breed vak is. Dat heeft met allerlei klinics te maken. En het is de kunst om alles te verbinden. En dat vind ik juist wel hartstikke leuk. En om daar een goed eindresultaat concreet is. Dus vandaar dat het verkeer mij heeft aangesproken. En nog steeds aanspreekt. Ja, verkeersveiligheid is een onderdeel daarvan. Is dat niet af en toe heel moeilijk om lastig om, iedereen heeft altijd verschillende belangen. En belangen kunnen heel tegengesteld zijn. Bijvoorbeeld is de snelfietsroute. Dat wil je in ieder geval de fietsen snel laten doorstromen. Nou, dat is een belang. En je hebt de verkeersveiligheid. En wat weegt nou zwaarder? En dat is de afweging waarin adviseert. En het besluit worden altijd door het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad genomen voor een gemeenteraad. En dan op een grote schaal van provincie, van provinciale staten en gedeputeerde staten. En landelijk is het de Tweede Kamer en het ministerie. Gaat u aan alle punten waar zich over geklaagd wordt iets doen? Nou, dan ligt het aan wat de klacht precies is. Dan moeten we dat is afhankelijk van wat er daarover geklaagd wordt. En aan sommige klachten kun je heel weinig doen. En aan sommige klachten kan echt wat mee gedaan worden. En zijn van oudsher zijn bepaalde maatregelen genomen als er klachten over zijn. Ja, als je dat weer opheft. Dan...